Heeft zij een contract gehad en in welke taal? Engels. Niet in Pools. Engels. In Engels. De inspectie NZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat doen we op basis van risico- en omgevingsanalyses. Voorlichting, toezicht en opsporing zetten we in, daar waar de meest hardnekkige problemen zijn. Onze inspecteurs houden toezicht op meer dan 700.000 bedrijven die samen bijna 7,5 miljoen mensen in dienst hebben. Ook onderzoeken we hoe het UWV en gemeenten de reïntegratie van mensen met een uitkering gezamenlijk aanpakken. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die zich bezighouden met de productie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Marije, een van onze gespecialiseerde inspecteurs, houdt toezicht op de veiligheid bij dit soort bedrijven. Goedemorgen, Marije Daan, inspectie ZW. Hierbij werkt ze nauw samen met andere toezichthouders, zoals de veiligheidsregio, het waterschap en de provincie. Wat mij opviel is dat u bij het risico hoge druk van een risicoreductie van 3 met een aantal safeguards naar risico 1 gaat. Kunt u dat toelichten? Ga rechtop zitten, heel diep inademen. En zet hem aan je mond en blazen en blazen en blazen en blazen. Duizenden bouwvakkers hebben net als Jan dagelijks met kwartstof te maken. Bijvoorbeeld als ze boren, zagen en schuren in beton. Kwartstof is net als asbest kankerverwekkend en kan naast longkanker ook andere longaandoeningen veroorzaken. Gelukkig niet bij Jan. Zijn longen zijn prima. Goedemiddag, goed dat we allemaal weer terug zijn. Heel even terug te komen op de controle van vanmorgen. Zoals wat te zien is, wisten we niet onmiddellijk op welke plek we moesten zijn, omdat er meerdere bedrijven in het pand waren. In de kantine hebben we een aantal mensen kunnen horen met behulp van de tolken. Er zijn goede verklaringen uitgekomen. Frans, ik had begrepen dat bij de Belastingdienst signalen waren binnengekomen over forse openstaande schulden. Ja, we hebben een flink aantal openstaande schulden op omzetbelasting gevonden. Onder het gezag van het Openbaar Ministerie en op verzoek van het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, opsporingsorganisaties en toezichthouders doen we onder meer onderzoek naar arbeidsmarktfraude, arbeidsuitbuiting, georganiseerde uitkeringsfraude en zorgfraude. Naast het analyseren van digitale gegevens gebruiken we daarbij bijzondere opsporingsmiddelen, zoals telefoontaps, huiszoekingen en het volgen van personen. De uitkomst van een onderzoek kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. We lopen nu naar unit 20. Je ziet daar de reactor. Dat is het fornuis. Inspecties bij zogenoemde major hazard control bedrijven vragen van Marije naast kennis van chemie en procestechniek ook dat ze op de hoogte is van alle relevante regelgeving. Om bij te blijven volgen alle inspecteurs daarom regelmatig vakgerelateerde trainingen en cursussen. En hij is ook geschikt voor de Zonic, zie ik. Het ziet er netjes uit. Sociale zekerheid is bestaanszekerheid voor iedereen. Gemeenten en het UWV hebben een belangrijke taak bij het vinden van werk voor mensen met een uitkering. Wij onderzoeken de aanpak van deze uitvoeringsinstanties en bekijken of de inspanningen die ze doen daadwerkelijk bijdragen aan het doel. Namelijk zoveel mogelijk mensen die nu een uitkering hebben aan werk te helpen. Het heeft ook een beetje te maken met de problematiek die daarachter ligt. En hoe onderhouden jullie contact met jongeren? Afspraken, telefoon, ik heb ook... Een bedrijfsbezoek is bijna altijd onaangekondigd. Inspecteur Roland heeft zich natuurlijk wel eerst bij de uitvoerder gemeld en zich gelegitimeerd. Werkgevers zijn verplicht om hun medewerking te verlenen. De manier waarop de inspectie verloopt, bepaalt de inspecteur. Hallo, ik ben Roland van Aragon. Ik ben van de inspectie SZW. Ja, ik wou even een compliment geven, want keurig, je draagt alle persoonlijke beschermingsmiddelen. En je hebt een boormachine met integrale stofafzuiging. Maar ik zie verder geen ademhalingsbeschermingsmiddelen voor het inademen van de stof. Het gaat erom dat je bij hoe meer gaatjes je gaat boren, hoe meer stof er vrijkomt. En we werken met een bepaalde grenswaarde. Als je overheen gaat, dan moeten we handhavend optreden. Ja. Maar ik zou altijd bij twijfel toch altijd wel adembescherming gaan dragen. Een bedrijfsbezoek wordt door Marije afgesloten met een terugkoppeling op hoofdlijnen. Een zogenoemde close-out. Wat ons opviel is dat er een risicoreductie was van 3-1 bij dit scenario. Jullie hebben daar een tweetal safeguards opgenomen. Een aantal sectoren heeft onze speciale aandacht.
Zo doen we bijvoorbeeld veel onderzoek naar bedrijven in de tuinbouw, schoonmaak en uitzendbranche, omdat deze aantoonbaar gevoelig zijn voor misstanden. Het team van Louis plant een bedrijfsbezoek bij een groothandel die ervan wordt verdacht te werken met illegalen via een malafide uitzendbureau. Heb jij nog aan de vesten gedacht? Ja. Stijgeroverdrachtformulier. Ja, dat geloof ik wel. Ja. VNG-plan, heb je dat ook met betrekking tot hoe jullie omgaan met kankerverwekkende stoffen? Ja. Dit komt wel overeen met hoe het er buitenbij staat. Ja. Mag ik deze meenemen, dat ik hem wel even doornemen? Mocht ik vragen hebben, dan... Tuurlijk altijd. Oké, nou, dat ziet er hartstikke goed uit. Ja, ja, ja. We hebben jullie vandaag uitgenodigd om zoveel mogelijk... Regelmatig overleggen we met gemeentelijke sociale diensten, het UWV en andere uitvoeringsinstanties die zich inzetten voor mensen met een uitkering. Op die manier zijn we betrokken bij het vertalen van kabinetsbeleid naar uitvoerbare taken. En bieden we onafhankelijk inzicht in de resultaten van dat beleid. Dat inzicht helpt om de uitvoering van het stelsel van werk en inkomen te verbeteren. Een andere rol heb dan misschien over 3-4 jaar wanneer alles wat... De ambitie is dat dit een continu proces wordt. Als inspectie SZW houden we toezicht op de naleving van wetten en regelgeving en sporen we fraude, uitbuiting en illegale tewerkstelling op. Zodat we allemaal eerlijk, gezond en veilig kunnen werken en zo bestaanszekerheid borgen voor iedereen.